Het is gezellig druk in de lokalen van Beerschot, want voor de tweede keer dit jaar wordt Playing for Success georganiseerd. Dit project brengt leerlingen met een schoolachterstand samen om verschillende vaardigheden te oefenen. Enkele studenten van de Artesis Hogeschool helpen hen hierbij. Vandaag komt ook Funso Oyo langs. Hij is de Peter van dit project. De 21-jarige middenvelder vindt het belangrijk een goed rolmodel te zijn voor de kinderen. In mijn ogen hoort dat ook bij het profvoetballer zijn. Dat je hebt een voorbeeldfunctie. En daarom keek ik er wel naar uit om met die kinderen te werken. En dat doe ik nu ook. Ik probeer gewoon open te zijn en zelfvertrouwen te geven. En ik ben zelf ook een trotse jongen en ik probeer dat uit te stralen. En ik hoop zo dat ze dat overnemen. Met leuke en speelse activiteiten worden de kinderen warm gemaakt voor taal, wiskunde en ICT. Ze werken ook aan hun sociale vaardigheden, zelfbeeld en zelfvertrouwen. De leerlingen zijn alvast enthousiast. Het helpt mij heel goed. Ik kan veel meer volgen op school. Ik vind dat veel meer leuker. Op school leer je hoe wiskunde, taal, spelling. Hier leer je hoe jij dingen moet doen, hoe dat werkt, hoe iets is of zo. We leren hier veel over de spelers en over de Beerschot. Het is hier ook wel leuk en zo, ja, spelletjes spelen. Na afloop is er nog tijd voor een foto, want na hard werken mag er ook wat gelachen worden. 3, 2, 1.